Welkom allemaal. Vandaag stond er een hele mooie etappe op het programma in Sneek. We zijn over de Geel in Sneek geraced. En na afloop daarvan was er ook nog de sprint, die nu nog achter mij bezig is. Het was vandaag een hele mooie dag. Dus eerst stond de etappe op het programma in Sneek op de Gouw. We hebben daar eigenlijk vier rondjes geraced. En een hele mooie was dat vandaag het team van Groningen er weer bij was. Nadat hun boot is afgebrand, zijn ze weer teruggekomen met een oude boot en hebben ze vandaag meegedaan. Nou, dat is echt ontzettend mooi. Heel tof dat ze er zijn. Nou, we konden eigenlijk het hele stuk vol gas varen vanochtend tijdens de 10 kilometer. Ging hartstikke goed. Tim deed het hartstikke lekker. Het was wel krap, maar we waren lekker als eerste weg omdat Jan zo hard kon rennen. Dus het eigenlijk krapste stukje konden we in ons eentje pakken. En daar was het eigenlijk niet echt een probleem. Dus dan lekker blazen. Ja, ik hoorde inderdaad iemand achter me ineens aankomen. Dus toen heb ik even een tandje bijgezet. Dacht ik, ja, ik ga me hier toch niet eruit laten lopen door een stel Amerikanen. Dus. Sinds dat we afgesproken hebben dat geen geluid goed geluid is en het de laatste dagen zo onwijs goed gaat, hoef ik eigenlijk niet zo heel veel te doen. Dus ik krijg af en toe wat te horen en het gaat nog steeds goed. Eigenlijk alleen maar om te checken of de verbinding nog werkt. En heel veel meer communicatie is er momenteel niet nodig. Ja, eigenlijk zijn we hier zo achter, hebben we dit stukje gesprint. En het is heel mooi om te zien hoe die boot mooi stabiel op vleugels kwam en de reactie van het publiek die het gewoon echt geweldig vond. Wij hebben gewoon onze race gevaren, zijn weer netjes nog tweede geëindigd achter Klavis Private Energy Solar Boat Team. Ging goed, mooiste duo vleugels gevaren. We zijn wat uitgelopen op de nummer 3 en 4. Alweer, dat is een beetje hetzelfde verhaal als de vorige dagen. Morgen weer vol goede moed kunnen gaan starten aan de volgende etappe van Sneek naar Harlingen. En daar heb ik heel veel zin in. De ene laatste etappe, dus ik zal zeggen tot morgen allemaal.